Yo, kijkers van All Items en welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Prison Architect. Goed jongens, welkom terug, gloednieuwe aflevering. Wat gaan we vandaag doen? Ja. Dat is ook de grootste vraag. Alles. Zie je zo'n briefje? Even naar voren gedaan. Is hij al een keer? Oké. Dan moeten we dat even kijken. Hoe dat gaan doen. Toen is hij nog steeds voor 323 jaar. Nou. Oeh, hij is blijven zitten. Oeh, 82% staat hij. Oei, oei, oei. Gaat het trouwens. Alvast. Oké, 20 pixels. Is hij weer bezig? Uitkijken, jongen. Hij heeft dit ding al gesloopt. Like with the okay. Doe dan maar af wat het versnellen, het is snel. Hé, hey, hij zit voor 348 jaar. Zes mensen. Ik
stream. Ik denk dat ik binnenkort ook zelfs allemaal groepen ga verdelen. Denk ik. Dat is denk ik wel handig hoor. Dat zien we wel. Waar hier moet ik? Zijn we daar? Waar was dit? Kijk het gewoon weer. Ja, hij zit voor 398. Ja, jongens. Veel wat mensen vermoord, hè? Wat gaan we met hem doen? Gaan we hem executeren of niet? Ik denk juist van wel. Dat ik ga executeren. Maar hij is nu bewusteloos. Het maakt mij niet uit als hij dat is. Als hij staat op de... Goed gedaan. Daar gaat hij weer, jongen. Executieproces. Weet je wat ik ga doen? Ik ga het doen. Iedereen gaat terug naar zijn cel. Iedereen opsluiten. Iedereen terug naar zijn cel. Iedereen. Personeel aan, mooi. Oké. Waar is nou die gas? Is die gas heen? Zit hij hier? Nee. Daar is hij. Weet je wat? Ik ga zijn executieproces. Executieproces. Ja, executeer maar. Ik ga hem executeren. Ik ga hem gewoon executeren, jongens. Het maakt mij geen zak uit. Oké, wacht. Voor hoe lang zit hij? Hij zit voor 423 jaar. Ik moet heel even een papiertje schrijven, hoor. Want... Heb ik wel eens plan natuurlijk. Wacht, een
een moment hoor, jongens. 423 jaar. Dan ga ik hem gewoon executeren. Executieproces. Ja. Ik heb hem gewoon executeerd. Maakt me geen zak uit. Executeren maar. We gaan hem executeren, jongens. Jij moet nog in je celletje. Ga eens in je cel. Oh. Geef toestand voor vaste. Oké. De getuigenissen. Die komen naar aan. 1, 2, 3, 5 mensen. Oké. We gaan hem in uitvoering doen, want ik ben er nu helemaal spuug. Als spuugzat van die jongen, ik weet. Dadelijk is het. Voor de staat. Hij is voor de staat niet goed. Hij heeft geen één keer. De doodstraf. Heeft hij. Hoge beroep gedaan, maar nee, dat heeft nog geen één keer gedaan. Dus. Hij heeft veel te veel moorden gepleegd. En waarom dat hij 423 jaar. Als veroordeeld is, nou goed. Kijk, hij heeft weer eentje doodgemaakt. Dat heeft hij gewoon gedaan. Oké, iedereen naar binnen. Wachten, want de deur moet weer even opengemaakt worden. Oké. Kan iemand even die deur openmaken? Ik ben het zat met hem. We gaan weer een executie, onze derde executie alweer. We gaan hem gewoon executeren. Hij is van de staat, is hij nog niet goedgekeurd, maar dat maakt niet uit. Als hij onschuldig is, maakt mij niet uit. Want dat horen we vanzelf als hij onschuldig is. Oké. Fuck, waar gaan die allemaal naartoe? Oh, wacht, natuurlijk, dan moet allemaal naar de... Oké, hij is wel in ieder geval bewusteloos. Komt er een doktertje even aan? Hoe zit dat nou? Weg maar niet op zich. Neem even iemand die mee. Goed zo. Even meenemen. Oké, stoppen.
executieproces? Ja, executieproces. Hierin opsluiten. Opnieuw dan. Getuigen gaan zich nu opnieuw verzamelen. Opnieuw. Take 2. Want ik kan bij niet de executie omdat hij alleen maar ligt te vechten. ...423 jaar. Nu zou het denk ik wel iets meer zijn, want hij heeft weer lichte matten. Lichte knokken. Opnieuw de getuigen. Laat deze ook traf doorheen. Die loopt eigenlijk toch wel weer vrij snel. Wat is er nou weer? Oh, oh. Nou ja, op de helft staat hij nu. Lopen jullie? Ik hoop dat hij een beetje zich rustig houdt. Volgens mij heeft hij gewoon een paar dagen in de executie gezeten. 90%. Nou, als jullie in ieder geval gaan zitten. Oké. Maar waarom kan ik geen toestemming geven? Hè? Hij zet op 100%, maar kan hij niet? Wat is dit? Waarom kan ik hem niet op A klikken? Hij staat op 100%, maar ik kan niet... Ah, nu. Geef toestemming... Oh, waarschijnlijk zal de directeur aan moeten komen. En die is er nu. Geef toestemming voor fase 3. Oké. Met jou meeloop. Het is te ver, jongen. 423 jaar. Dat kan bij mij echt niet. Dan ben je veel te ver geweest. Heel veel bewakers van mij vermoord. Dat kan niet. Ik ga eigenlijk eens even zien hoeveel moord dat hij heeft gepleegd. En nu heeft hij er weer een stuk of 2-3 moorden erbij gedaan. Oké, we gaan hier zo doorheen lopen. Oké. Ja, je zat de hele tijd in een eenzame opsluiting. Ja, we zijn dagen niet geslapen. Executie. Goed, je bent veel te ver gegaan, jongen. Te ver zelfs.
De deur open. Oké. Iedereen naar binnen. Hij ook. Als je er klaar voor bent, mensen. Dan is het hij met 423 jaar. Dat is... te ver. Veel en veel te ver ben je gaan. Als iedereen daarvoor klaar is, jongens. Dump die light er even op, want we gaan hem executeren. Als hij onschuldig is, maakt mij geen fuck uit. 423 jaar is te ver. Je gaat het niet halen bij mij, jongen. 423 jaar. Even veroordeeld, maar we gaan hem nu veroordeeld. Het is zover. De executie voor jou. Sterf. Sterf, Bryce. En dat is gebeurd. En terecht of terecht. Ik vind hem zeker terecht. Hij heeft hem dik en dik verdiend. 423 jaar is gewoon veel te ver. We gaan hem in zijn rapport. Kijk, nu kunnen we zien als hij onschuldig is. Maar ik denk het van niet. Oké. Het schuurt van Arpen is vertrokken om 4 uur 5 uur zoals ik ben. Zoals het uitgedoen. Middel van de elektrische is uitgedoen. Middel van de elektrische. Het schuurt van Arpen is vertrokken om 4 uur 5 uur zoals. De doodstraf is uitgedoen. Middel van de elektrische in de Arpen. Praktijk, omdat het inzicht van niet de wettelijke vereisten heeft opgevraagd en er nederhand informatie is op te waarmee een hoofdberoep succesvol zou zijn geweest, krijgt het inzicht een boete van 50.000 euro als de juiste procedure niet is gevolgd. Worden excuus uitgezet tot een later tijdsrust gevangen in de doodstraf worden ook wel naar andere gevangenen. Andere gevangenis. Als de volgende executie ook niet wordt uitgevoerd volgens de vaste producent, dan word je ontslagen. Oh! Dus! Ik heb een groot probleem. Hoeveel jaar zit jij hier nu? 400 jaar zien. Ja, maar je gaat toch niet... Oké. Okay. Dus ik zit eigenlijk enorm in de problemen. 1. Ik zit dik in de min. En niet zo'n beetje in de min. 46. Beschikbaar. 0. Van de 0. Oké. Okay. Eigenlijk zit ik wel een beetje in dat probleempje. Wat doen we? Oké, plus 20.000. We zitten gewoon eigenlijk in problemen. En niet zo'n klein beetje om. Wat gaan we dan mee doen? Gevangenisbus, wat de fuck is dat hier? Oh, wat volgens mij. Worden ze opgehaald en dan gaan ze overplaatsing. Dus dan heb ik niemand meer in de executie. Want de gevangenisbus die had. Jullie twee zijn vrijgelaten. Hij is dood.
daar mensen in. Ze gaan allemaal weg. Dan heb ik dus een grote. Ze gaan allemaal dus hier weg. Ze worden dus eigenlijk gewoon overgeplaatst. Oké. Dan. Dus dan heb ik het eigenlijk helemaal verkloot. Dus dan ben ik niet, maar Price die is tenminste wel dood. Zo'n eentje wil ik echt niet in mijn gevangenis hebben. Oké, dus als het goed is. Is op de 3 en 0 onschuldig. Oké, maar goed, ik ga het hier belaten, want we zijn weer veel te lang bezig. Ik ga het hier belaten. Goed, kijkers. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot morgen dan maar weer, jongens. Mazzel!